Spotify Wrapped is terug, maar verdienen artiesten per stream? Graag of niet, Spotify Wrapped 2022 is hier. Dat betekent direct ook dat je overal wordt geconfronteerd met de hoeveelheid muziek die je vrienden hebben geluisterd. En niet alleen met de hoeveelheid. Je weet ook meteen welke podcast zij luisteren. Welk nummer zij het meest hebben gehoord het afgelopen jaar en ook wie hun favoriete artiesten zijn. Maar waarom doet Spotify dit eigenlijk? En wat houden de artiesten die de lijsten domineren over aan al die streams? De een kijkt er ieder jaar weer naar uit, terwijl de ander zich mateloos stoort aan alle Instagram-stories gevuld met Spotify-hitlijsten. De streamingsdienst begon in 2008, heeft momenteel een marktwaarde van zo'n 15 miljard euro en telde in oktober van dit jaar 456 miljoen actieve gebruikers. En die weten ze handig in te zetten. Deze campagne-stunt werd in december 2016 voor het eerst in het leven geroepen. Met succes, in 2019 ging Spotify in gesprek met Forbes over Spotify Wrapped en de cijfers logen er niet om. In de eerste week van december 2019 werden de hitlijstjes door 60 miljoen gebruikers bekeken. Volgens June Sauvaget, Global Head of Product Marketing van Spotify, zorgt de campagne voor een FOMO-effect. Het resultaat daarvan? Nieuwe gebruikers worden verleid om ook gebruiker te worden van het platform. En een flink bereik, dat heeft de campagne in ieder geval. Op Twitter werd Spotify Wrapped in 2019 1,2 miljoen posts genoemd en ook op dit moment is Spotify Wrapped nummer 1 trending op Twitter. Maar wat houden de artiesten eigenlijk over aan het feit dat zij miljoenen keren worden beluisterd via Spotify? Hoewel het platform zelf geen exacte informatie vrijgeeft over wat zij betalen per stream. Zijn er wel berekeningen gemaakt? Ook is er wel eens informatie naar buiten gekomen van klagende muzikanten. Gemiddeld zou het gaan om een bedrag tussen de 0,003 euro en 0,004 euro per stream. Per 1000 streams komt dat neer op zo'n 3,50 euro. Niet echt een vetpot als kleinere artiest. Bij jaren de most stream met Crew Data en 7CWXWXMFX. BTS Charts, Altschart Data, data november 30, 2022. Laten we de boel even van iets dichterbij bekijken. In de tweet hierboven zien we de meest beluisterde artiesten op Spotify in 2022 wereldwijd. Bad Bunny kon het afgelopen jaar rekenen op 18,5 miljard streams. Op zijn hielen zaten Taylor Swift, Drake, The Weeknd en BTS. Ervan uitgaande dat 1000 streams 3,50 euro zou opleveren, dat kunnen we na een snelle rekensom concluderen dat Bad Bunny een kleine 65 miljoen euro heeft verdiend aan Spotify. Stars, Adjuware Stars, data december 1, 2021. Dat is natuurlijk een flink bedrag. Maar niet alle artiesten kunnen natuurlijk spreken van dezelfde hoeveelheid streams als de best beluisterde artiest ter wereld. Heb je net wat minder fans, dan levert het platform je niet al te veel op. Althans, als artiest zijnde. Bij Spotify klotst het geld tegen de plinten en met Wrapped laat de dienst zijn gebruikers nog gratis reclame maken ook.